zak van dinsdag, Lijs. Nou ben ik er helemaal uit, Jet. Ik had bijna de synkopen goed. Vrouwen schaffen vaker wapen aan. Kijk dan, zus. Vrouwen schaffen vaker wapen aan. Nou, dan denk je toch, waar gaan we heen in Nederland en dergelijke? Nou, ik vind het wel een veilig idee, hoor. Vooral veel vrouwen voelen zich in toenemende mate op straat of alleen thuis bedreigd en kopen daarom op de zwarte markt in het buitenland een vuurwapen, zeg nou. Vraag ik niet nodig, ik heb mijne gewoon in de sportwinkel gekocht. Wat zeg je, zus? Ik heb mijn pistool gewoon in de sportzaak gekocht. Heb jij een pistool? Al maanden. Maar waarom heb je mij dat dan niet gezegd? Nou, dan doe je helemaal geen ogen meer dicht. Maar ik slaap nou tenminste rustig. En waar bewaar jij dan jouw pistool? Ja, gewoon in mijn tasje. En ik... 's nachts onder mijn kussen, is dat nou zo bijzonder? Het is 1992, Jet. Hier, dit is mijn pistool. Ah, doe niet zo gek, Koosje, en dergelijke. Het is geen echt doodschietpistool. Het is gewoon een knalpistool. Gewoon met losse vlodder. Het is ook geen wapenbezit. Het is niet strafbaar, dit. Maar als er een insluiper is en ik sta s'nachts boven aan de trap en ik geef een harde knal... Nou, reken maar dat hij dan de benen neemt, hoor. Oh. Het is helemaal niet eng. Voel ik vind het vreselijk. Voel hem nou maar. Het is helemaal niet eng. Voel hem, pak hem dan eens vast hier. En dan komt er een enge belager en dan zet je hem gauw op de F van vuur, van fire. En dan kun je dat schieten, maar je moet niet bang zijn. Want het is gewoon een losse vlodder, dus je houdt hem stevig in je hand. En dan, maar dan moet je even oefenen dat je dus moet mikken. Dat ze ook denken dat hij echt is, hè? Hij is nu geladen, hè? Ja, doe maar gewoon eens even je hand. En hij staat op schieten. En dit is de haan. Dan trek je aan de haan. De enge man. Of aan de trekker trek je. En dan komt de enge man. Ja, en dan schiet je. Doe maar, trek maar door, trek maar door. Ja, doe maar, doe maar, doe maar, Jet. Doe dan. Ja, zie je nou wel? Zie je nou wel? Dan heb je een foutje gemaakt. Vreselijk eng nee, dagelijk hier. Nee, heel doms gedaan. Nee, want je hebt niet gekeken. Je staat zo te schieten, hè? Ja. Maar je moet hem aankijken, strak aankijken. Oh, wat eng. Dus daar is hij. Je kijkt hem strak aan en je zegt... Ach, zo. Oh, zo. En dan sneller, hè? Ja. Omdat ik nou handschoenen aan heb, gaat die haan niet zo snel. Nog een keer proberen. Ja, nou, dus blijven kijken. Blijf gewoon kijken. Durven blijven blijf kijken. Kijk de vijand aan. Ja, ja. Kijk ja, hem aan. Ja. Recht in zijn smol. Ja. Zijn ongeschoren smol. En dan mik je en dan schiet je hem helemaal dood. Ja. Als het echte kogels zouden zijn, hè? Maar, nou komt hij eraan. Ja. En dan moet je dus ook een beetje... Als jij loopt ineens, dat je niet laat zien dat je gaat schieten. Nee, nee, dus je hebt hem in je tasje. Ja. En dan meteen schiet je zo meteen. Dus met zo'n sprong. Met een sprongetje. Beetje door je knieën. Ik zal het proberen, hoor. Doe eens een beetje door je knieën. Ja, een beetje door mijn knieën. Dus kom daar de enge man. Ja, dan zak je door je knieën. Dat je stevig staat. Ja. Dus je draait en dan zo schiet je door je knieën. Ja, goed zo. En daar is wel leuk. Hoe sneller, hoe beter. Wil je nog een keer doen? Nou, ik wil het nog een keertje doen. Ik kom daar, ik ben al een enge man. Jij bent een enge man en ik loop door het bos. Ja, en ik wil doe jou iets en dan meteen. Ja, zo. Nou, mythes geschoten, hè, zus? Ik heb ons wapen helemaal onder de knie. Ik heb zo zin in een spannende gangsterfilm vanavond. Kijk jij even in de gids? Ja, goed hoor. Soms is Jat om op te schieten, hè?